bij me net wat aan de deur. Heb je dan deze kaartje? Dat verlies ik jou. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik neem jullie weer mee in een weekendje met 4 kinderen. Lord have mercy. Want ze zijn natuurlijk alle 4 al 2 weken thuis. Dus het is best wel heftig voor ze. Je merkt ze heel veel energie hebben. Gisteren was natuurlijk ook Brooke de verjaardag. Dus dan liepen de emoties allemaal nog wat hoger qua prikkeling en stresslevels en noem het allemaal op. Ik zit even te kijken, want Logan die heeft ruzie met Boris. Gaat hij dat winnen? Denk ik niet. Maar goed, ze zijn dus best wel hoog in hun energie, best wel. Dus ik dacht, aangezien Brooke gisteren toch een fietsje heeft gehad, zullen we dan eventjes naar het strandje fietsen. Dat is hier 10 minuten fietsen vandaan, dus ik denk wel dat ze dat moeten kunnen. En kunnen we daar eventjes zitten. Ze hebben daar een of ander watervloeiding, toestel. Dan neem ik een schepje mee, emmertjes, noem het maar op. Dus dat ga ik dan met 3 kinderen doen. En dan kan Pascal met zijn zoon eventjes de takken op een naar de Milieustraat en even wat vader-son 1-op-1 bonding time hebben. En stoel om alle dingen doen. En dan kan ik even met de 2 meiden en Logan even een stuk fietsen. Dan zijn die ook wat energie kwijt. En dan, ja, misschien dat we dat vanmiddag of morgen ook nog eventjes doen. En ik denk dat we dat nog wel een paar keer gaan doen van het weekend. Stukjes fietsen. Want meestal gelijk, ja, maar ik wil ook een stukje fietsen. En dat snap ik. Dus ja, maar ja, ik ga niet in mijn eentje met 4 kinderen naar het strandje fietsen. Zeker niet omdat ik verwacht dat Brooke binnen 10 meter zegt hoe ver is het nog. Logan is ook niet heel erg sportief. En ik ga sowieso even kijken of het niet heel druk gaat zijn. Ik verwacht het niet. Het is een heel klein strandje. Misschien dat er nog een ander familie is, maar dat we wel afstand kunnen houden. Even kijken. Maar ik moet ook echt eventjes gewoon wat bewegen. We vielen lekker koud meteen weer. Dus ik neem even wat spulletjes mee. Voor alle kindjes even een voetshootje, wat water voor mezelf, een handdoekje op te zitten en wat koekjes. En dan gaan we lekker naar buiten. Het ziet er prachtig uit, dus we gaan gewoon wat doen. Zit je te rijden in een wagentje? Zit jij op het veegmachientje? Ja, ik was eerst op die, daarna op deze. Zo hé. Zo hé, rijden. Ja, ik heb veel te lauw. Wauw, supergoed. Nee, maar dat kunnen we alleen maar kwijtraken. Dat geeft toch niet? Wow, dat is echt wel super cool, hè? We maken wat voor jou, mama. Wat maken jullie? Ik maak wat eten lekker. Lekker maken frietjes. Frietjes? Ik maak allemaal stukjes en kleine cake met deze dingen. Zo maak je frietjes. Het is ook makkelijk op te ruimen. Kijk. Oei. Frietje is bijna klaar. Laat me even helpen. Oh. Wil je in de bak? Ik kan er niet. Oh. Eén frietje. Nee, kom eens even hier. Dat was niet goed. Was dat niet goed? Ik kan het niet zien, toch schoot hij eruit. Weer een hele grote. Dat weer een hele grote. Kijk, hier zijn plakjes cake. En wacht, wil je broek, weet je niet frietje? Luister, shh. Kijk me van. Wauw, I like it. Lekker krutselen. Hm? Ja, dat is niet krutselen. Wat dan? Frietjes zijn klaar. Nee, ik maak frietjes. Maar kijk, dat lijkt toch ook op frietjes? Ik maak ook frietjes. We maken hier. Oh, nee, dat lijkt op frikandellen. No. Jij hebt een hele lange frikandel meer. Maar ik maak een frietje. Nou, duwen. Zo kan ik het niet.
Zie, Louise. Ja, zo kan ik het niet doen, hè. Oh, andere kant moet hij. Deze. Andere kant moet hij, ja, daar. In en... Even om. Zo. Klaar. Een frietje maak ik. Een heel groot frietje. En een heel dik. Ja. Ik maak een heel dik kasteel. Zo hé. Super cool. I don't think we got enough time to sort out all the fights. To sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that. And still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Ik weet niet in hoeverre het heel duidelijk is wie er met de groene kneetjes hand heeft gespeeld. Maar ik gok dat het Sprookje is. Lijkt wel een mini-actje. Even schoonmaken. Zal ik het schoonmaken? Of wil je een heksje zijn? Geen heksje. Dan ga ik het schoonmaken voor jou. Nou. Wat gaan we doen? Je moet steeds in de klas doen, anders gaat het overal met. Wel een beetje opgevonden om het af te trappen. Oké, okay, daar. Je moet naar de vinger, zeg maar. Ja. Twee handjes. Raak van. Ja, nog eentje. Wij hebben net wat aan de deur. En dan hebben we deze kaartje. Buurtjes en voor de kids. Met een kleine noot. Zo schattig. Lieve buurtjes, wat een bizarre tijd. Hopelijk kunnen jullie zelf een beetje vermaken. Lieve kids, misschien helpt het een klein beetje. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. De buurtjes. Hoe cute. En dat een tot nog was. Lieve park. Daar zit in. Leesboekjes. Juf in de pan en de giraf, de peli en ik. Leuk. En rijgkralen en strijkkralen. How cute is dat? Dat is echt wel heel lief van ze. Echt. Zo onverwacht en zo lief. Ook zo aandachtig. Dat ik denk, ja. We weten dat wij natuurlijk ook om dezelfde tijd met heel veel kinderen in huis vastzitten. Dat je niet echt ver
kan. Het is super lief dat ze dit al gedaan hebben. Nou, het is weer gewoon een beetje. Het geeft gewoon een goed gevoel dat mensen om elkaar geven en dat soort dingen doen. Dus schat. Dat kinderen laten zien met jou. Dit is een fantastische hulp in de keuken hoor. Lekker snijboontjes maken. Ja. Goed zo. Goed zo, dat is een puntje die mag je wegleggen. Het is nu 19:30 en moet je kijken hoe licht het nog is. Ik vind het eigenlijk wel sneu, die kinderen die onder bed moeten. Ze zijn er gelukkig niks van. Ik heb een beetje verduistering gedaan en nou ja, hopelijk willen ze toch wel slapen, dat ze toch aan kunnen wennen. Maar ik moet zeggen, of het nou kwam door de zomertijd of dat gewoon quarantaine moe zijn, ik weet het niet. Maar er is vandaag echt bijna niks uit mijn handen gekomen. Ik heb het gekookt, ik heb alles vanmorgen voor school uitgeprint en klaargezet. Maar dat is het ook echt. Want eerder ging ontbijten, was 11 uur. En nou ja, toen een beetje opgeruimd en was aangezet. En toen ging om 1 uur ging mijn pannenkoeken eten. En een ei. Nee, dat was opgeruimd. Hebben we snijkralen gedaan. En heb ik mijn computer geüpdate. En dat was het. Dus ja, avondeten en kindje toezoeken. Echt gevoel dat ik de minst productieve dag ever heb gehad. Maar goed, dat is misschien op zich ook niet altijd heel erg. Dus ja, dat was het voor de weekendvlog. Niet heel veel interessants gebeurd dus vandaag. Gisteren. Dat weet ik eigenlijk niet, ook niet zo heel erg. Maar goed, ik hoop toch dat het leuk was. Als het was gedaan, dan zie je een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Doei.